Vandaag neem ik u mee naar een bewonersinitiatief in de wijk Weermolen. Het is een activiteitencommissie die ontzettend veel doet voor de wijk en ook, vooral ook voor de flat zelf. Ze organiseren een barbecue, ze organiseren een markt, ze organiseren elke vrijdagmiddag een charabool momentje. En het is echt een activiteitencommissie die zorgt dat de mensen in de wijk met elkaar verbinden. Dus dat doen ze door leuke activiteiten te organiseren, maar ook hun woonomgeving te verzorgen op een prachtig niveau. Het is begonnen eigenlijk hier met de Petit de Boelbaan, omdat die eerst bij het nood lag, omdat die gesloopt werd, het nood. Toen hebben we aan Edwin gevraagd van onze wijkmanager, van zou hij aan deze kant kunnen komen op dat grasveldje bij ons, want het is één grote bende. Nou, en dat is gelukt. Om de Petit de Boelbaan stonden voorheen alleen maar prikkelbosjes, één dezelfde soort. En dat vonden bewoners er eigenlijk niet gezellig uitzien. En dat is de reden dat ze het zelf ter hand genomen hebben. En moet je eens kijken wat het allemaal geworden is. Vrijdagsmiddags doen we hier ook nog even ballen met de jongens zelf. Een beetje Petit de Boelen. Met een heel groep hier uit de flat. En daarna doen we even een lekker biertje in de garage. Lekker gezellig zo met z'n allen onder elkaar. En de flat hier naast me, daar wonen de bewoners die zo ontzettend actief zijn hier in de buitenruimte. En de flat heet het dagboek. Hier achter me ziet u het beeldje van Anne Frank. En dat heeft ook een heel bijzonder verhaal. Dit beeldje is het oorspronkelijke beeldje wat op Merwedeplein zou komen te staan in Amsterdam. Maar daar ontstond in de deelraden wat discussie. En toen is het uiteindelijk hier in Purmerend terechtgekomen, op deze plek. En omdat wij dat perk geadopteerd hebben, dachten wij van, ik ga eens kijken, kan ik de kunstenaar nog ergens vinden? Die heb ik gegoogeld. Die woont in Amsterdam, werkt ook nog steeds in Amsterdam, dat is Jet Schep. En we hebben daar een foto naartoe gestuurd via mail. En we kregen een geweldige leuke mail terug van haar, want ze vond het prachtig dat hij nou in een mooie, plantrijke omgeving stond. Wat doen deze mensen ongelooflijk veel voor hun buurt en voor hun leefomgeving. En dat zorgt er niet alleen voor dat het er prachtig uitziet met goed onderhouden groen en heel veel kleur, maar dat zorgt ook voor heel veel ontmoeting.